Schitterend, schitterend. Dames en heren, we hebben al 34 jaar de stadion al roepen. Hier is de enige, geef hem een duimpje applaus. Julien Bal. Kijk eens iets meer micro, iets meer micro. Ja, oké. Okay. Dames en heren, stilte, stilte. Wat met uit respect voor onze Julien gaan we het doen zoals in het stadion. Julien! Dank u Patrick, dank u. Mijn haren staan nog altijd recht op mijn armen. En dan krijg ik ook nog de buitengewone eer om al die flinke mannen hier voor te stellen aan u. Met onder andere Michael Klepkens. In het rijtje van absolute topkeepers. Dat heeft hij dit seizoen meer dan eens bewezen. Zijn ongelooflijke reflexen hebben ons verschillende keren recht gehouden. Mede dankzij hem staan we nu in eerste klasse. Een daverend applaus voor Michael Klepkens. Noemen hem daarom de speler van het jaar. Dan hebben we ook Michael van Boeien. Een speler die meer dan alles geeft en overal ingezet kan worden. Zowel links, rechts als centraal. Op hem kan de ploeg altijd rekenen. Met het nummer 2, Michael van Boeien. Een speler die geen enkele kaart aan tegen dit seizoen, maar in de eindronde er dan toch één moest incasseren. Hij is het eerste wiel van de centraal verdedigende tandem. Diepe passes en mooie tackles verkeerde hem als speler. Na een sterk gevolg van zijn schitterend vorig seizoen, kende hij enige tegenslag met een vervelende blessure. Toch bleef hij de ploeg altijd mentaal steunen. En daarom vraag ik een daverend applaus voor ons nummer 4, Spencer Verdien! Na een moeilijk seizoenbegin speelde hij een sterke terugronde met zelfs enkele mooie doelpunten in de eindronde. Als rots in de branding konden we steeds op hem rekenen. Ons nummer 5, Kasim Durbia! Een van de meest ervaren spelers in de ploeg. Een versterking in de terugronde. Op verschillende vlakken was met enkele cruciale assists en doelpunten belangrijk in onze eindronde. Ons nummer 7, Jurgen Kalijn! Ons nummer 8, al van weer begin een futilboy. Elke wedstrijd loopt hij de ziel uit zijn lijf, heeft een echte vechtersmentaliteit. Dat maakt hem zo geliefd bij alle supporters. Een meer dan verdiend applaus voor Lawrence Paulus. Een goede aanvallende middenvelder, een vrij attaquant, die bij momenten heel bepalend kan zijn. Doeltreffend maar timide speler en toch een echte aanwinst voor de ploeg. Laat jullie horen voor ons nummer 9, Michael Sioni! Echte dribbelkont op en naast het veld. Je komt hem steeds lachend tegen. El Simpatico. Die door de fans op handen wordt gedragen. Een applaus voor ons nummer 10. Jean-Paul. Onze constante dreiging op links.
die zich ook elke wedstrijd voluit geeft. Hij zet dan ook zijn tanden in elke wedstrijd en is een echte ploegspeler. Een meer dan verdiend applaus voor ons fantastische nummer 11, Augusto Mascherano. Een doeltreffende spits uit Cameroen die altijd op de loer ligt om een doelpunt te maken. Heeft zich dit seizoen moeten bewijzen en heeft dat in de eindronde zeker gedaan. Ons nummer 12, Henry. Naast Jurgen, een van de aanwinsten in de terugronde. Door zijn ervaring en spelinzicht maakte hij het elke verdediging moeilijk en zorgde steeds voor gevaar en liet de ploeg beter spelen. Handen op elkaar voor ons veldhalen. Thomas Radinski! Een echte teamspeler, beginnend op het veld en daarnaast geliefd bij menig supporter. Na een blessure vorig jaar is hij bij het einde van het heenronde terug in de trap gekomen. De handen op het aan van de sleur 14, Christophe Nader! Als we haar rechter bijvoorbeeld zeggen, weten jullie al hoe we het hebben? Hij heeft een linker om u dingen te zeggen en zal dat ook bewijzen in eerste klasse. We zullen hem nog vaak zien komen in eerste klasse. Als schrijf 15, Joachim van Dijk. En de vriendenman, waar Kleppie steeds op kan rekenen, zonder op te vallen, levert hij zijn bijdrage tot de hele ploeg. Door de blessure van Michael kreeg hij toch zijn verdienste speelminuten. Ook in eerst volgende wedstrijd zullen we het op hem kunnen rekenen. Onze tweede doelman met het nummer 18, Sam Vermeijden. A real British talent. Een Brits talent dat in september op de Vreting arriveerde. Hij maakte zijn Engelse klasse meteen duidelijk met enkele sterke prestaties. Onder andere via zijn goal van de maand solliciteerde hij naar een plaats in de kern van een volgend jaar. Ons nummer 19, Jonathan Rowe. En dan hebben we ons nummer 20. Is een van de medeleiders van deze ploeg. Met zijn ervaring stuurt hij de jongere spelers perfect. Eén ook in het spel. Levert enkele belangrijke voorzetten en inworpen. Als Hudson de Ranting zou dan zijn balletje in de zin. En dat alles. Een soepele speler op het veld die voor actie kan zorgen. Was er even tussenuit omdat hij opgeroepen werd door Guinea en moest spelen in de Afrika Cup. Weet hoe het spel gespeeld moet worden met het nummer 21, Ibrahima Diallo. Als jeugdspeler bij Chelsea heeft hij een perfecte opleiding gehad en dit komt bij vooral merken aan zijn techniek en snelheid. Een applaus voor nummer 25, Emmanuel Sarki! Steeds paraat op de training en daarbuiten. Een speler met een houden hart, een enorm ondersteund voor de ploeg, verdient zeker ook een daverend applaus. Nummer 27, Mike De Silva! Stond direct in de ploeg en bewees week na week dat hij steeds meer kon. Door blessure leed kon hij niet meer spelen in de terugronde. Maar nu is hij terug, volop aan het trainen voor volgend seizoen. Een speler waarvan we nog veel mogen verwachten in de eerste klasse. Op nummer 28, Sébastien Didier! Als derde doelman is het niet eenvoudig om er steeds te staan. Maar dit deed hij voortreffelijk, zowel op training als in de wedstrijden van de belofte. Met het nummer 30, Wannes van Doren!
speler. En dat is niemand minder dan Aaron Verwilke. Sportvrienden, dan heb ik nog een... Ook een dikke pluim voor al de mensen die hier op het Marktplein van Beveren staan. Dankzij jullie gaan we terug naar eerste klas. Proficiat! Dan een woord van dank ook natuurlijk voor onze trainer ISL, Dirk Heraar. Met zijn medewerker, Erik Adams. Een oud leerling van mij, ik ben er zo fier op. Raja de Beer. En Frank Winters. De Winters. Diarree. Diarree. Ik ben er nog een paar vergeten. Namelijk Leen van Damme. En David Bombeke. En Stijn. Zoals ons kleintje is er maar eentje. Sportief directeur Danny de Maaschalk. Diarree. Al het ondersteunend personeel. Luus, Willy en allemaal. Diarree. Mogen we zeker niet vergeten, onze voorzitter, weer onder een oud-leerling van mij, Melky Roosens. Diarree. Onze ondervoorzitter, Jozef van Noordel en Jan Koenen. Diarree. En al de andere bestuursleden en secretaris, alle vrijwilligers die dag en nacht klaarstanden. Wij hebben de lus. Zonder wie dit alles niet mogelijk was, onze enige, echte burgemeester. Onze enige, echte burgemeester. Even uw aandacht. Er is een kindje verloren. Arno. Arno staat hier mee op het podium. De ouders van Arno willen die zich melden. Ja, Arno. Dan moet het, ze moeten bij de ploeg geraken, jongen. Een daverend applaus voor onze burgemeester. En dan onze DG, zonder dat de pui nooit zou ingevuld geraken. Hier is hij, Jozef van Voetem. Sportvrienden, ik hoop dat ik niemand ben vergeten. Wij wensen jullie nog een gezellige avond en tot volgend jaar in eerste klasse. En dit is jullie een daverend applaus. En dames en heren, even voor de garçons. Voor de garçons. Pintje op 10 hier op het podium voor de trainers en de spelers. Op mij maar een pintje op 20. Kan er iemand zorgen van het personeel voor drank hier op het podium? Dames en heren. Cola. Cola en water. Hij heeft het mooi. Stilte. De burgemeester heeft het niet gemakkelijk gehad voor de mensen.